wat echt bijzonder is in het waterschap, is dat ze elke keer een stapje voor blijven voor de omstandigheden die kunnen veranderen. Zo zijn we nu al bezig om de dijken voor de komende 50 jaar te versterken, zodat we ook dan droge voeten houden. Mijn naam is Johannes van der Poel. Ik ben 18 jaar oud. Ik studeer hier op Helikon in Velp. Ik doe de opleiding watermanagement en ik zit nu in het laatste jaar. Een voorbeeld van een project wat de komende jaren gaat spelen is de Gribberdijk. De dijk beschermt 250.000 mensen tegen het water uit de Nederrijn. En vanwege de economische waarde van het gebied en de vele inwoners moet de dijk versterkt worden. Maar hoe gaan we dat doen? En wat moet er precies gebeuren? Daar beslist het bestuur over. En dat doen zij met het mandaat van de kiezer. En daarom is het goed om te gaan stemmen. Als je kiest voor de SGP, dan kies je voor een partij die heel doelmatig omgaat met het geld. Dat betekent dat we verstandige en slimme keuzes proberen te maken, zodat we ook voor de toekomst zekerheid hebben op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit.